Pure liefde, hij voor mij. Dag 16. Hij moet groter worden, ik kleiner. We lezen Johannes 3, vers 22 tot en met 36. Getuigenis van Johannes de Doper. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim. Een waterrijk gebied, daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangen gezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over de reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en ze zeiden tegen hem, Rabbi, de man die bij u was aan de overkant van Jordaan, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe. Johannes antwoordde, een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren en hij is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Dan lezen we de uitleg. De bediening van Johannes de Doper werd hem gegeven vanuit de hemel. Zijn taak was om te getuigen van de Heer Jezus. De Heer Jezus is het woord. Johannes slechts een stem die het woord aankondigde. De Heere is de bruidegom. Maar Johannes is een getuige bij een huwelijk. Dus de Heere is de bruidegom. En wij zijn de bruid. De gemeente is de bruid. U, jij en ik zijn de bruid. Maar Johannes, dat is de vriend. De vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dus je leest hier dat Johannes, die doet echt een stap terug. En hij is ook blij dat hij naar de stem van de bruidegom mag horen. En dat vervult hem een grote blijdschap. Johannes deed geen wonderen, maar zijn getuigenis werd gebruikt om mensen te winnen voor Christus. Zelfs nadat hij was gestorven. Kunnen wij hem oprecht nazeggen, hij moet meer worden en wij minder? En dan op het kaartje... Daar staat, gebeurt jou dit ook wel eens, dat er iets is gelukt en je jezelf op de borst klopt? Dat heb ik goed gedaan zo. Wanneer anderen het dan ook nog tegen je zeggen, loop je bijna naast je schoenen. Je voelt je heel wat. In Johannes 3, vers 30 staat, hij moet groter worden, ik kleiner. Alles ontvangen wij van boven, laten we hem daarom prijzen en loven. Wij zijn op deze aard, maar hem meer dan alles waard. Wij moeten worden zo klein, in hem, puur en rein. Wat mij opvalt aan dit stuk, eergisteren hadden we het over Paulus. En hij was heel bescheiden in het werk wat hij voor de Heer mocht doen. En nu lezen we eigenlijk hetzelfde van Johannes. Wanneer Jezus er is, trekt Johannes zich terug. Dus Paulus stelde zich bescheiden op. Dat hebben we eergisteren dus gelezen. En Johannes, die trekt zich terug. Die laat de Heer het woord doen, of die laat Jezus het woord doen. En hij wordt minder. En dat zegt hij ook. Hij moet groter worden en ik kleiner. Nou, daar kunnen wij, en daar kan ik, een les van leren. Op het kaartje zie je dat ik het midden al ingekleurd heb. Want dat heb ik met waterverf gedaan. En ik heb hier een geel potlood en de goudpen. En daar ga ik de rand mee versieren. Dus laten we samen stil worden.
en over de gelezen tekst nadenken.
en dan is hij klaar. Hij moet groter worden, ik kleiner. Johannes 3, vers 22 tot en met 36. Dit was dag 16. En tot morgen. Doeg!